Jongens, welkom bij Gamers at Gear, ons item waar we iedere week de laatste tech gadgets en gear behandelen. Naast me zit onze Tom. Dit is Peter. Daar. En deze week hebben wij... Ja, hier. Niet daar. Ja, ik denk wij zijn met. Ja, heel goed. En we hebben een AOC beeldscherm. Dus we gaan weer een monitor behandelen. Het is weer zover. Het is na weer zover. ISO en Samsung en nog een aantal andere partijen. Nu tijd voor AOC. Ja, we hebben AOC. Wat is AOC? Heel veel mensen kennen het denk ik niet. Het was voor mij ook nieuw toen ze mij mailden. Ik dacht, oh, AOC is dat ook een partij? Dus ik zoek, oh fuck, die hebben al echt heel veel beeldschermen op de markt staan. En dus ook een hele eigen gaminglijn. En dat zijn de AOC Argon modellen. En dit is een specifiek de AG251FZ. Dus wederom, net als alle andere beeldschermpartijen, zo'n naam waarvan je denkt van, hoe ga ik dat onthouden of cool aan mijn vrienden vertellen? Niet. Maar je gaat wel gewoon zeggen, ik heb een AOC. Ja. Met een haakje. Ja, dat is de eerste feature die we behandelen. Ja, nee, echt. Ik zat ook zo te denken van, waarom hangt deze antenne hier? Het is een soort antenne. Het lijkt een antenne, maar het is gewoon letterlijk om je headset overheen te snoeren of om aan te hangen. Ik denk van, nou, super feature. Maar het zit er meer in de technische aspecten die wel interessant zijn. Nee, maar wacht, ik wil er toch wel even iets over zeggen. Want inderdaad, het is een hele nutteloze feature, maar het zegt wel dat ze oog hebben voor detail. Ja. Ja, toch of niet? Ja, inderdaad. Grappig. Ik denk het. Goed, dat is juist weer het punt waar ik later eigenlijk op terug wil komen. Dat ik de details van het scherm alweer iets minder vind. Maar ik vind juist de specs die het heeft, vind ik wel heel interessant. En die kunnen zijn, in ieder geval, die vind ik heel vooruitstrevend. En daar heb ik enorm van genoten. Oké, de selling point wat jij tegen je vrienden gaat vertellen, is dat je op een 240 Hz beeldscherm speelt. Ja, ik heb het al inmiddels al een paar keer op stream ook verteld. Van ja, sorry, ik weet niet of dit gaat werken op de 60 fps stream. Want ik speel het zelf op 240 Hz. Maar dat is inderdaad wel wat het doet. Dat is het grote selling point van dit ding. Sommige mensen zullen zeggen, hij ziet er misschien een beetje klein uit. Of zeggen, oh, 1080p is wel een beetje verouderd. Dat is ook zo. Het is maar een 25-inch scherm en 1080p is ook niet heel vooruitstrevend. Maar daarmee kunnen ze dus wel gewoon 240 hertz, 240 fucking frames per seconde, kunnen ze wel gewoon waarmaken. Dat is, kan dat? Dat kan. Zijn er maar bedoeld zijn de games die dat kunnen? Oh, uiteraard. Nee, er zijn talloze games die dat kunnen. Bijvoorbeeld Overwatch, Counter-Strike, Global Offensive, League. Heel veel competitive games die ook niet zo heel zeg maar, high fidelity mooi zijn. Die kun je vaak precies zo tweaken dat je kan zeggen van nou ja, 120 hertz, 144. Of in dit geval natuurlijk 240. Ik heb heel veel Overwatch mee gespeeld op 240 hertz. Kan gewoon. En wat gaat er dan echt de wereld voor je open? Denk je van oké, the future is now. Nee, met Overwatch, omdat ik heel snel in de game zit, viel het me niet op. De eerste keer dat ik een beetje mindblown was letterlijk toen ik hem naast mijn oude Samsung beeldscherm zette en deze dan instelde op 240 hertz en toen in Windows met het muisje van de ene naar de andere ga. Dan zit je zo op dat Samsung 60 hertz beeldscherm, ga je zo rond en denk je, oké, dat is wel vloeiend. Maar dan ga je naar die andere die vier keer zoveel frames per seconde heeft en denk je, holy fuck, dat Windows muisje is nog nooit zo smooth geweest, echt. Oké, dus de meest mindblowing feature is de Windows-muis? Ja, nee, inderdaad. Nee, uiteraard merk je het met games ook wel. En vooral als je echt high-end competitive shit gaat doen, dan kun je echt al die extra frames zijn alleen maar extra benefit voor jou. Maar goed, ik zit met een game zit ik heel snel in de ervaring, dus dan ben ik niet zo meer op de framerate aan het letten. Ja, natuurlijk als hij inkakt, dan merk je dat. Maar op een gegeven moment zit je gewoon lekker 240 hertz te draaien. Daar ga je in zitten, dat is gewoon fijn. Oké, hij is 1080p, dus 240 hertz. Heeft hij nog meer? Want het is echt een gaming ding. Waarom kun je zien dat het een gaming apparaat is verder? Natuurlijk de achterkant, want die is rood. Dat ja. Is typisch natuurlijk, ja, dat hoort. Zijn de game kleuren. Gamers uiteraard. Zien op een gegeven moment alleen maar rood. Het is een soort stieren, dat is het enige waarop ze aanslaan. In ieder geval dat denken heel veel marketingmensen bij verschillende bedrijven. Ja. Dat is altijd van, oh, gaming, rood. Verder, het vooral het doorsnoeren ervan is heel fijn, want je hebt meerdere USB 3.0 poorten die je door kunt snoeren. Je headset dus ook om aan die antenne te hangen, yay. Je geluid, je microfoon, displaypoort gaat erin. Je hebt een hele handige soort van mini-console erbij liggen, waarmee je ook heel snel van profielen kan wisselen. Persoonlijk vind ik dat wel fijn om te switchen bijvoorbeeld van, laat op de nacht een artikeltje aan het tikken. Tats, daar heb ik dan één modus voor, maar dan voor Overwatch heeft hij ook weer een FPS-modus of zo die dan snel inschakelt. Dat is op zich wel heel erg fijn. Plus natuurlijk, zit er intern een overdrive boost modus in, waarmee je zo min mogelijk input lag krijgt. Dus naast die 240 hertz, AOC belooft
1 milliseconde responstijd. Nou heb ik her en der gehoord dat het net iets meer is, maar met die overdrive komt hij wel heel dicht bij die 1 milliseconde, dus wel heel netjes. Oké, wat hebben we aan het doorlussen? Wat doe je er? Waarom zou je hier allemaal dingen in zetten? Nou ja, persoonlijk, er zit een, ik vond het heel fijn om een high-powered USB-poort te hebben, dat die sneller kan chargen. Dat is wel fijn om gewoon je mobiel in te jenken. Verder, ja, ik ben niet zo van doorsnoeren, omdat ik zoveel kabelmanagement heb, dat ik al mijn kabels natuurlijk het liefst onder het bureau heb zitten en niet in het zicht. Dus, maar goed, ik snap dat er heel veel andere mensen zijn die zoiets hebben van, oh, tuurlijk, ja, ik steek hier even mijn externe harde schijf in of zo. Dat kan ik iets bij voorstellen. Persoonlijk, ik ben niet zo'n guy. Nee. En hij is natuurlijk zoals alle gaming monitoren heel erg te stellen. Je kan hem omhoog doen en omlaag. Ja, een beetje in de curve. Ja, precies. Of curve, graden. Ja, hij kan zelfs ook nog 90 graden draaien. Geen vet idee waarom je dat zou willen, maar het kan dus inderdaad wel. Ja, je kunt hem 90 graden... Vet! Nee, maar ja, dan kun je heel makkelijk lange artikelen mee typen. Of mensen die fucking mobiele video's niet zeg maar horizontaal opnemen, dan heb je daar het goede scherm voor. Ja, ja, dus voor heel veel serieus, vrouwen is het ideaal. Dan. Ja, maar serieus, ja, ik snap dat het Snapchat en zo is, maar draai gewoon je mobiel. Neem gewoon normale beeldverhouding op. Waarom serieus? Nou ja. Die strijd er wel lang verloren bij heel veel mensen. Ja, nee, uiteraard. Oké, wat kost die? Hij is wel €500, maar dat vind ik op zich nog steeds een hele fraaie prijs als je bedenkt dat hij wel 240 hertz draait. En ook, weet je, wat hierin zit, het is een TN-paneel, dus eigenlijk best wel outdated paneeltechnologie om de scherm op te plaatsen. Maar dan alsnog, weet je wel, daarmee kunnen ze wel 240 hertz waarmaken. En dat is wel echt heel knap. Wat het alleen wel is, als jij heel erg into de kleuren en hoge contrastratio's bent. De kleuren zijn mooi, fel, je hebt allerlei verschillende profielen om in te stellen. Maar ik kan me voorstellen dat als jij echt, weet je wel, een video-editor bent of zo, dat je liever op een IPS of een VA-paneel zit. Omdat die gewoon, ja, weet je wel, net iets hardere contrastratio en zo hebben. Ja. Maar goed, daar is hij ook niet voor gemaakt. Nee, ja, ze hebben hem echt zo gemaakt dat je voor €500 wel gewoon echt een van de hoogste behalen frame rates haalt. En dat op een TN-paneel is wel heel fraai. Oké, nou, dat lijkt me ook gelijk een mooie conclusie, toch? Ja, op zich wel. Oké. Kopen? Nee. Ja. Nee, ja, ik ben wel benieuwd hoe dit gaat verkopen, want AOC heeft een aantal andere modellen. Je hebt bijvoorbeeld ook een 27-inch variant, die heeft dan een 1440p resolutie. En 144 hertz. Dus het is heel erg de keuze, weet je wel. Wil je een klein scherm met een kleine resolutie en een hoge frame rate? Of pak je net een middenweg wat die zegt van iets grotere resolutie, maar dan wel 144 hertz? Maar de Counter-Strike spelers die spelen toch niet op een groter scherm. Nee, ja, dus waarvoor het is voor hun gemaakt. Nee, ik vind het niet een te klein scherm. Nee. Je zit er toch bovenop. En ik vind het juist wel fijn als kleine schermen gewoon een hoge pixel density hebben. Weet je, we hebben een aantal van die Samsung schermen gehad die enorm groot zijn, maar dan 1080p draaien. Dan kun je gewoon pixels gaan tellen. Dit is gewoon scherp en dan ook nog eens gewoon super vloeiend. Vooral met die Windows muis. Nou, nice. Je hoort het hier als eerst. Ja, de Windows muis. Echt koper ding. Echt fantastisch. Zo mooi. Dankjewel, Tom. Alsjeblieft, Peter. Kom volgende week dinsdag weer terug, want dan hebben we op gamers.nl natuurlijk weer een Gamers at Gear. Ik weet niet wat er komt. We doen van alles. Allerlei shit. Of kom gewoon elke dag op Gamers, want we hebben hele vette items. Tom, bedankt. Alsjeblieft. Tot volgende week.